dames en heren, dit project is dynamite. Jullie moeten hiervan op de hoogte worden gesteld, want naar mijn mening is dit project een van de betere en wat meer high potential projecten van de maand januari in 2022. Er zijn een paar dingen die ik wil ophelderen. Allereerst, deze video levert mij een whitelist rol op. Ik ben gewoon real met jullie. Ten tweede, ik ben hier niet zelf achter gekomen. Er zijn wat boys die mij hebben geconnect via Twitter, via Instagram of via mijn eigen crypto Discord. En op basis daarvan ben ik verder gaan kijken. Dus mocht jij diegene zijn, ik zie je, shout out naar jou. En ten derde, ik mag een whitelist rol weggeven. Later daarover krijgen jullie meer informatie. Ja, hopelijk gaan jullie wat hebben aan deze informatie. Ik zal zo eerlijk, zo transparant en zo objectief mogelijk naar het project kijken. Zodat jullie gewoon een totaalbeeld meekrijgen die niet compleet biased is. En op basis daarvan kunnen jullie een eigen oordeel vellen. En besluiten of jullie met dit project in zee gaan of niet. Laten we beginnen met de social media en de artwork van het project. Hier voor me heb ik het Instagram-account van het project. En het account zelf is sinds 3 dagen geleden gecreëerd. Maar om heel eerlijk te zijn, ze hebben al wel ruim 8000 volgers. Is niet superveel, maar binnen dat tijdsbestek is het wel gewoon heel erg netjes. Ze hebben 6 posts geplaatst. En ik moet eerlijk toegeven dat het aantal likes, het aantal comments, het ziet er wel gewoon goed uit in verhouding met het aantal followers wat ze hebben. Het ziet er gewoon gezond uit. Daarnaast zie ik ook niet echt per se sketchy dingen in de zin van gekochte comments, gekochte likes of wat dan ook. Ik krijg niet echt bot comments te zien. Het ziet er gewoon netjes uit, naar mijn mening. Dus dat is in principe gewoon oké. Maar dan hebben we het Twitter account. En dit account is super booming. Echt super booming. Sinds 2 dagen tijd, dus eigenlijk sinds 1 januari hebben ze dit account gecreëerd. Ze hebben ruim 19.000 volgers, wat natuurlijk immens veel is. Maar als we dan ook kijken naar de engagement, dat is gewoon absurd. Ze hebben op die 2 tweets hebben ze zoveel engagement. Ik heb dit eigenlijk gewoon nog nooit gezien, man, voor zo'n project. 13.6k likes op tweet van gisteren en de tweet van vandaag van 8 uur geleden 8.000 likes. En dan hebben we het nog niet eens over de artwork. Want als we gewoon kijken naar dit als voorbeeld, dit is gewoon ziek. Dit is gewoon levensecht. Je zou gewoon bijna zeggen, dit is een echt persoon. Kijk die details. Kijk hoe mooi alles gewoon is gedaan. Die ogen, gewoon die huid, alles. De verhouding ziet er gewoon zo prachtig uit, man. Ik bedoel, kijk, wauw. Echt ziek. Ik bedoel, wat wil je dat ik zeg? Details, super clean, het ziet er hard uit. Ja, mooie artwork, levensechte modellen. Dan hebben we vervolgens de site. Ja, daar kan ik niet veel over vertellen. As we speak is het nog steeds in development. Staat ook coming soon. Wat je wel zou kunnen doen is je kunt je e-mail achterlaten en op die manier de waiting list joinen. Maar als jullie daar behoefte aan hebben, zal ik het linkje natuurlijk in de YouTube beschrijving vermelden. Dan, dit is wel belangrijk om te weten, dan hebben we de Discord zelf. Discord zelf is ook sinds een aantal dagen geleden opgezet, maar binnen dat tijdsbestek hebben ze al wel 164.000 leden. Hou er natuurlijk rekening mee. Dit is nooit 100% puur organisch gedaan. Ze werken met een Discord invite contest. Wat inhoudt dat mensen een whitelist rol kunnen bemachtigen. Door eigenlijk invites door te sturen naar andere mensen. Maar juist via dat systeem komen er heel veel bots in de Discord. Waardoor het aantal eigenlijk gewoon opgeblazen is. Het geeft een vertekend beeld. Dus dit aantal moet je wel echt met een korreltje zout nemen. Maar over het algemeen ziet het er gewoon echt oké uit. Ik krijg geen red flags of sketchy vibes of wat dan ook. Het ziet er gewoon echt prima uit. Laten we onszelf een beetje verdiepen in het project zelf. Wat ik hieruit kan afleiden, het project zelf, C01, heeft als doel om de fashion industry te combineren met digital ownership, oftewel de metaverse verwerkt in de vorm van NFT's. De collectie zelf, de NFT-collectie zelf, bestaat uit maar liefst 8888 individuele NFT's. Er zijn 2 belangrijke heren die betrokken zijn bij het project. We hebben Gilberto Zaragoza, die een lead 3D-designer is van het project. Die heeft meer dan 10 jaar ervaring en heeft gewerkt met bedrijven zoals Warner Bros., Disney's Marvel, Netflix, Bandai en is ook betrokken geraakt bij andere succesvolle concepten, Avengers, Love, Death plus Robot. Dan hebben we Luis Montero. Hij heeft minimaal 8 jaar werkervaring in de luxury fashion industry en heeft gewerkt voor merken als Chanel, Yves Saint Laurent en Chloe. En is ook een stylist geweest van Virgil Abloh. Rest in peace. De utility is ook strak. 3 belangrijke utilities. The money earned will be given to our holders in terms of tokens. Dus ze werken blijkbaar met bepaalde tokens. Waardoor je wellicht passief inkomen zou kunnen genereren. Ik zie hier ook iets exclusieve branded NFT drops. En physical merch drops from all of our fashion partners. Dus afhankelijk van de verschillende partnerships die ze hebben, gaan we ook daadwerkelijk fysieke merch kunnen ontvangen. Dus dat is in principe wel strak. Dus dat is dat.
En dan komen we uit op de roadmap. En ik zal hier alleen de belangrijkste details met jullie delen. Dit is trouwens iets wat ik net niet begreep, maar nu wat beter. Er staat hier: every deal made from the C01 project will be shared with our core holders and community. In addition to benefits from exclusive digital collection drops and physical merch drops, you will benefit from a token allocation that will match the number of NFT your wallet holds. Dus als ik het goed begrijp, de deals die ontstaan vanuit het C01 project met andere bedrijven, het geld wat ze daarmee opbrengen, dat wordt onderverdeeld onder de mensen die een NFT bezitten van de collectie. Dus dat is wel hard. Vervolgens, er staat hier dat ze partnerships hebben met bekende metaverse concepten, Sandbox en Decentraland. En als ik het goed begrijp, zijn ze van plan om verschillende stukken grond op te kopen van die twee metaverses, om daar vervolgens een virtuele fashion show op te gaan hosten. Klinkt wel hard. Het concept klinkt oprecht hard. Maar ik blijf wel een beetje sceptisch. Vaak is het zo dat bij de verschillende projecten het concept keihard is, maar dat het gewoon meer een soort van pitch is voor mensen om erin te stappen. Ik vind het wel hard, maar eerst zien en dan geloven. En dan komen we aan bij het team zelf. En dit is al gelijk een heel goed teken. Omdat hier staat gewoon heel erg keurig natuurlijk een linkje naar alle LinkedIn pagina's. En ook naar de Artstation. Dus de portfolio van Gilberto. En ja, dat laat ons eigenlijk wel zien van ze zijn heel erg transparant. Ze vinden het niet erg om nagetrokken te worden. En ze willen gewoon niet anoniem blijven. Dus dat is gewoon echt prima. Dat is een heel goed teken naar mijn mening. Laten we gelijk gaan naar Gilberto. En dit doet me eigenlijk echt denken aan de persoon die betrokken is geweest bij de Prime Ape Planet. Ik bedoel, ja, deze persoon heeft superveel ervaring. Sinds 2010 is zij betrokken geweest bij diverse projecten, diverse bedrijven natuurlijk. Dus dat laat wel gewoon zien dat het geen kleine speler is. Hij heeft veel ervaring, komt niet zomaar om de hoek kijken. Is betrokken geweest nogmaals bij Marvel Entertainment. Senior Digital Sculptor bij Warner Bros. Voor meer dan 6 jaar. Dus ja, die weet gewoon echt wat hij doet. Als ik kijk naar zijn portfolio, het ziet er keihard uit. Ik bedoel, check dit. Dit is gewoon fucking dik. Eerlijk. Ziet er gewoon echt hard uit. Dit ziet er dan wel een beetje creepy uit, maar ziek. Wel ziek. Oeh, hard. Hard. Ja, dus we kunnen gewoon concluderen, deze persoon weet wat hij doet. En dat is gewoon belangrijk. Dan hebben we Luis Montero. En hier ook eveneens, als ik gewoon kijk naar zijn cv. Hij is sinds 2002, zit hij al eigenlijk in het vak. En deze persoon is eigenlijk verantwoordelijk voor de styling, voor de extra details van de verschillende 3D modellen. Hij heeft gewerkt bij Louis Vuitton, Givenchy, Chloe, Chanel, Saint Laurent. Ja, dat is gewoon hard. Dat is gewoon echt keihard. Dan hebben we... en dan komen we aan op Kevin Diderlo. En dan moet ik heel even snel spieken in Discord wat hij precies doet. Kevin is a smart contract developer and security expert. 3 years, he has been working for the National French Bank, aka Banque de France. And he has also created the ManaSafe company, which specializes in smart contract auditing and infrastructure security. He is the go-to guy regarding cybersecurity and smart contract development. And he and his team are in charge of the technical aspect of the C01 project. Hij is in principe gewoon echt verantwoordelijk voor natuurlijk het technische gedeelte van het project. Het ziet er gewoon legit uit. Ik zie hier ook in zijn cv dat hij natuurlijk sinds 2017 betrokken is geweest bij Banque de France als architectuur. Dit profiel ziet er ook gewoon legit uit. Ik bedoel recensies natuurlijk, recommendations, mensen die hem vouchen. Dus dat is in principe gewoon legit. Dan hebben we de laatste, Kevin Haddad, chirurgien. Plastiek. Ja, deze persoon speelt ook wel een belangrijke rol, maar meer in de aesthetics van de 3D modellen. En naar mijn mening heeft hij daarnaast niet echt een actieve rol. Even kijken. He carefully designed all of the face attributes across the 4 different ethnicities represented in C01. Dus nogmaals, zoals ik zei, hij is meer betrokken bij zeg maar de aesthetics van de modellen. Dus ja, in principe, naar mijn mening, ik zie geen red flags. Het ziet er gewoon oké uit en dat is belangrijk om te weten. En dan komen we aan op het belangrijkere gedeelte van het project. En dat is hoe kunnen jullie in aanmerking komen voor een whitelist rol. Allereerst, belangrijk om te weten, er zijn op dit moment slechts 576 rollen van de 2000 weggegeven.
Ik weet niet of dit er meer gaan worden. Dat kan natuurlijk, maar dat horen we te zijner tijd. En dan nu daadwerkelijk de requirements voor de whitelist. Nodig 10 mensen uit. Interact with the community. Dus heb gewoon bepaalde engagement. Zorg ervoor dat je minimaal level 7 bent. Post een bepaalde tweet. Dus maak gewoon een Twitter aan. Plaats wat over hun project. Tag hun. Je zou ze kunnen volgen op Twitter, Instagram. Je kunt je Discord naam veranderen. Je kunt je profielfoto kun je aanpassen naar een van hun modellen die ze hebben. En eventueel de server boosten. Maar dat zijn natuurlijk allemaal optionele dingetjes. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat dit vandaag de dag zo is. En het kan zo zijn dat het in de loop van de tijd aangepast gaat worden. Naarmate het steeds groter en groter wordt. Maar that's it. That's it. Dus je checkt deze video. Je bent op tijd. Dale no, let's get it man. Maar, zoals ik in de intro zei, heb ik ook een extra giveaway voor jullie. Hoe kunnen jullie kans maken op 3 whitelist rollen die ik namens het project mag weggeven? Allereerst, abonneer op mijn YouTube kanaal. Ten tweede, join de Discord server. En ten derde, laat een comment achter met jouw Discord naam en tag. Als je die 3 stappen hebt uitgevoerd, maak je kans op de giveaway. Ik zal binnen 48 uur zal ik de 3 winnaars bekendmaken. Dan horen jullie van mij hoe en wat. En dit was eigenlijk de video. Er komen sowieso meer video's aan in de loop van de week natuurlijk. Ik heb een paar harde video's voor jullie. Belangrijke video's. Ja, vergeet sowieso natuurlijk niet te abonneren. Laat een likeje achter. Laat een comment achter. En ik zou het enorm waarderen als jullie me kunnen volgen op mijn Twitter of mijn Instagram. En join de Crypto Discord, want daar ben ik ook actief op. Voor de rest, much love, peace en understanding natuurlijk. En tot de eerstvolgende keer. God bless.